Trein 734 wordt dinsdag 2 december even na 10 uur bij Wijster tot stoppen gedwongen door 7 Zuid-Molukkers, die zo meer aandacht wilden vragen voor een republiek, de RMS. Er zitten zeker 62 mensen in de trein. Een dertigtal passagiers kan later ontsnappen, omdat ze niet worden bewaakt. Die eerste dag wordt machinist Braam doodgeschoten als hij zich verzet. Soldaat Bulter ondergaat hetzelfde lot. Hun lichamen zullen nog dagen langs de spoorlijn liggen. De regering weigert pertinent de bus en het vliegtuig waarom de kapers vragen. Volgens de gijzelaars heeft het kabinet de Zuid-Molukkers toch te lang in de waan gelaten dat ze hun zin zouden krijgen. De dood van Bierling, donderdag om 12:30, had volgens hen voorkomen kunnen worden. 10 minuten voor dat schot is in Amsterdam de bezetting begonnen van het Indonesische consulaat-generaal. 4 mensen raken gewond als ze via een raam ontvluchten. Een van hen is de heer Abedi. Hij overlijdt aan zijn verwondingen, het 4e slachtoffer van de gijzelingen. De overvallers in Amsterdam ondersteunen de eisen van Wijster. Later zullen ze er meer politieke eisen aan toevoegen. Het verzoek om een gesprek tussen de president van de Zuid-Molukse Republiek RMS en president Soeharto wordt door Indonesië weggewoven. Wel wilde een ambassadefunctionaris privé met bemiddelaar Netiari praten. Die eis van de bezetters is daarmee ingewilligd. Netiari en andere bemiddelaars bereiken verder dat de kinderen van het Indonesische schooltje successievelijk worden vrijgelaten. Een gijzelaar die 2 keer onder bedreiging op het balkon is gezet, wordt een paar dagen later ziek afgevoerd. In Wijster pendelen 4 onderhandelaars met aan het hoofd ingenieur Manusama tussen de trein en de beleidscentra in Bijlen en Den Haag. Vaak komen ze van hun bezoek terug met een gijzelaar. Zo komen de oudsten en de jongsten van de vastgehouden passagiers vrij. Het wordt koud in de trein. De nachtvorst werkt in het voordeel van de regering, al zal premier Den Uyl zich vrijdag 14 december nog erg somber tonen. 2 dagen later, op een vrieskoude zondagmorgen, gaan Manusama en mevrouw Somokhiel voor het laatst naar de trein. Als ze naar buiten komen, zijn de kapers bij hen om zich over te geven. Even later stappen de 23 gijzelaars uit. Na de overgave in Wijster komt de kater van Amsterdam. De vlag van de RMS wordt daar nog dagenlang uitgestoken. Donderdag 19 december gaat Manusama naar Amsterdam om de overvallers te verzekeren dat de Nederlandse regering heeft toegezegd met de RMS te gaan praten over de politieke kanten van het Zuid-Molukse probleem. Een dag later is de gijzeling afgelopen. Het telefoontje van de president heeft de doorslag gegeven. De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Op 21 juli 1947 landden de mariniers op Pasir Putih. In de ogen van de wereld is Nederland een agressieve en verachtelijke koloniale mogendheid. Nederlandse schepen en vliegtuigen zijn op veel plekken in de wereld niet meer welkom. De regering moet wel inbinden. In februari gaat de hoofdstad Jogja terug naar de republiek. Na de onafhankelijkheid van Indonesië komen zo'n 4000 KNIL-militairen en hun gezinnen verplicht naar Nederland, vooral Zuid-Molukkers. Ze blijven hun ideaal trouw, een eigen republiek der Zuid-Molukken. In de jaren 60 en 70 radicaliseren jonge Molukkers die zich in de steek gelaten voelen door de Nederlandse regering. Er vallen doden bij treinkapingen bij Wijster en De Punt.